Eerst liep het erop, als je fiets aan de overkant van de dijk, dan zei je, nou, wat zijn dat eigenlijk van schuren? Ja, kolossaal. Dat is zonder meer waar. Als je bij je binnenrijdt, dan kun je het niet missen. Alleen bij hooischuren. Het is sober en doelmatig, geen overbodige luxe franje. Het is ook stijlvol, heel belangrijk, moet er netjes uitzien. Het is duurzaam, het is transparant. Onbewust denk ik dat mensen dat toch herkennen. Ruim 11 miljoen euro mocht het nieuwe gemeentehuis kosten. Toch is dat bedrag niet gehaald. In positieve zin, want aan het eind van de rit bleek het bouwwerk maar liefst 500.000 euro goedkoper. Genoeg geld voor een grote opening, zou je denken. Nee, daar hebben we niet voor gekozen. We hebben ervoor gekozen om het inderdaad sober te houden, mede in verband met de bezuinigingen die er allemaal zijn. Maar de mensen wel een heel welkom gevoel te geven. Ze kunnen allemaal gratis koffie, thee, poffertjes krijgen. En er zijn een heleboel activiteiten op alle vakgroepen. Een ingetogen opening of niet, het maakt de meeste bezoekers niet veel uit. Een kijkje in de raadzaal of in de werkkamer van de burgemeester. Daar komen ze voor. Het is een leuke ruimte, niet al te overdreven inderdaad. Het is wel netjes. Ja, het open karakter en het licht erin, het licht wat binnenvalt door het dak, dat vind ik gewoon prachtig. Ik had een iets meer aankleding verwacht. Ik vind het een beetje steriel. Ik vind ook niet dat de heren te veel afgeleid moeten worden hier. Dus een beetje strak is wel goed en het mag ook wel rustig zijn. Ja, het past wel.